Ik ben Mark Korsten, ik ben 44 en ik werk voor G4. G4 is gespecialiseerd in sanitair en zorgt ervoor met name dat de nieuwbouwprojecten en daar de koopwoningen in, mensen die dat hebben gekocht, de badkamer naar wens kunnen invullen. Wat ik merk van de familiecultuur binnen de Renza Family is dat met name er heel veel oog is voor de mens en daar heel veel waardering ook voor is. En dat maakt dat ik ook al zo lang bij de organisatie zit en wil blijven. Natuurlijk is het hard werken, maar er is ook altijd heel veel tijd om een lolletje te maken en plezier te maken. Elke dag weer de dynamiek die ik meemaak. Je kan zomaar een volle agenda hebben en aan het einde van de dag iets heel anders hebben gedaan dan dat je gedacht zou te doen. Met de klant bezig zijn, met mensen bezig zijn, samen met de collega's het uiterste eruit halen en dan 's avonds op de bank zitten met rode wangen. En echt een voldoening uit je dag hebben gehaald. Dat vind ik het allerleukste. Het groeien en ontwikkelen centraal heb ik gemerkt dat ik vanaf 2003 bij G4 werk. En daar veel ontwikkeling in opleiding heb kunnen doen. En vorig jaar daarin mijn master heb kunnen afronden. En dat is heel erg leuk om dat te ervaren. Zodat je leert om met anderen om te gaan en hun verder kan brengen. Hallo Mark. Met veel bewondering heb ik je MBA-studie op een afstandje gevolgd. Het kostte veel energie, ging zeker niet vanzelf. Maar fantastisch om te zien dat je jezelf hebt herpakt, je studie alsnog hebt gehaald en je diploma ook. Nog mooier en belangrijker is dat je zelf hebt ontdekt waar je passie ligt. Ik hoop dat wij nog lang gebruik mogen maken van jouw passie en expertise. Nou, leuk. Dat had ik niet gedacht. De MBA is natuurlijk een zware studie. Ik moet zeggen, ik heb mijn leven lang geleerd. Maar de MBA, dat was er echt wel eentje met letterlijk bloed en tranen. En zweet, vooral. Dat is natuurlijk wel een enorme waardering. Erg leuk om te zien. Ja.